Vrij schop is wel. Het doet voor Koenen. Het moet een penalty zijn. Het is een goal. Dat was echt ongelooflijk. Ik heb nooit zoiets meegemaakt. Oudspeler Pieter Romeijn kan het zich allemaal nog goed herinneren. De dag na de wedstrijd werd Feyenoord groots gehuldigd op de Coolsingel. En toen komen we op Stadhuis. En toen was een verrassing. Er stonden 250.000 supporters stonden te kijken. Te wachten op ons. Nou, dat was helemaal wat natuurlijk. Want kijk, stonden wij hier op het terras van Stadhuis. 250.000 mensen. Dat was echt ongelooflijk. Maar hoe is die beer nu in die beker terechtgekomen? Nou, dit was een foto pal na de wedstrijd. En toen zat de beer er al in. Dus ik vermoed dat met de ereronde dat die beer erin geduwd is. De spelers verschijnen op het balkon van het stadhuis. Maar dat is het laatste eigenlijk dat ik hem gezien heb. Verder heb ik hem nooit meer gezien. Nee. Na 45 jaar is de teddybeer nu terug in de beker en staat hij in het Feyenoord Museum. Hij bleek notabene in het bezit te zijn van de toenmalige voorzitter van Feyenoord, Guus Kouwenberg. Feyenoord heeft contact opgenomen met de familie Kouwenberg. In verband met het aanstaande jubileum wat we gaan vieren, kunnen we niet die Celticbeer, die van grote historische waarde is, in ons museum krijgen. Nou, dat heeft heel lang geduurd, eer dat de mensen bereid waren om dat te doen. Maar gelukkig, fantastisch dat ze dat gedaan hebben. Ik denk ook dat je die beer weer ziet. En dan gaat het dus allemaal weer terug van dat je die replica vond. Dat was het mooiste natuurlijk.